Wat u hier ziet is de zachte kant van de stad. Het gaat hier niet om de gebouwen, het gaat om de mensen die in deze stad leven. Of zoals Dirk van Wilden het prachtig schreef in Vrij Nederland, de anonimiteit die een leven in een stad kan bieden, is een vorm van eenzaamheid en vrijheid. En ja, allebei kunnen ze een zegen en of een vloek zijn. Je kunt in een grote stad aan jezelf ten gronde gaan, of eindelijk iemand anders worden. Foto's ophangen is niet zo moeilijk. Maar de goede foto's, daar gaat het om. Goed gekozen foto's die samenhang vertonen van visiegetuigen, waarmee een artistiek leider zijn thematische ei kan leggen. Daarvoor zijn niet alleen zaken als vakkennis en passie nodig, maar ook de middelen om dat te kunnen doen. Om daar de juiste mensen bij te kunnen betrekken, contacten te leggen, research te kunnen doen, opdrachten te verstrekken, om dingen tijdig te signaleren. Een tentoonstelling maken is een vak. Dat doe je niet achterloos op een regenachtige zondagnamiddag. Het vraagt aandacht, inzet, energie, visie. Er is geloof en vertrouwen nodig in een project, in een manifestatie, in de bedenkers en de makers ervan. Ruimte creëren, perspectief bieden, artistiek overzienbare risico's nemen, durf tonen, dat is waar het om gaat. Kop op, kin vooruit, jongens, we moeten aan de slag, zei de Utrechtse wethouder van cultuur op het Paradiso-debat. Absoluut waar. Maar niet alleen door te schrappen om maar te kunnen bezuinigen. Wel door goed na te denken over hoe. Door het slim te doen. Door het door hout te kappen, om met een oud-commissaris van de koningin uit Groningen te spreken. Maar ook door te investeren in de kunsten op basis van beleid. Op basis van een visie. Door mogelijkheden te creëren voor de volgende generatie. En natuurlijk door te blijven strijden tegen onzin, vooringenomenheid en onverschilligheid, ook bij de politiek. Kop op, kin vooruit, maar ik zou daarbij uw hart maar vasthouden. En hiermee verklaar ik deze tentoonstelling, mede namens bestuur en organisatoren, voor geopend.